Voor dit soort geluiden is het nog enkele dagen wachten, maar de opbouw van de kermis in Schijndel is deze week dan toch echt begonnen. Er wordt druk gewerkt aan het opbouwen van de kleinere attracties, zoals de autoscooters, het eendjesvangen en de draaimolen. Johan Paashuis is altijd een van de eerste die zijn attractie neerzet. Als je hem vraagt voor de hoeveelste keer hij de draaimolen opbouwt, moet hij toch wel even nadenken. Ik heb hem 27 jaar, denk ik. En het zal gemiddeld 20 keer per jaar zijn. Misschien wel 25 keer per jaar. Dat weet ik. Ik heb dat nooit geteld, dus ik weet het niet. Tel maar uit. U weet ieder schroefje en boutje te zitten? Ja, daar weet ik te zitten, ja, dat klopt. En als ze me iets laten zien, als iemand bij wijze van iets zou vinden en ze laten het me zien, dan weet ik ook of het voor mij is, ja of nee. Paashuis heeft bij gebrek aan opvolgers zijn draaimolen al enkele jaren te koop staan. Kopers zijn moeilijk te vinden. Voorlopig is het nog niet de laatste keer dat hij met zijn draaimolen op de kermis staat. Nog niet. We moeten nog naar Sint-Oederode en we moeten nog naar Gennep. En ik heb nog enkele gehandicapte inrichtingen waar ik de draaimolen verhuur. Ja, en daar is het eigenlijk. Ik ben wel aan het afbouwen, dan wel. En als er een koper komt, nou ja, dan kan hij de gelukkige worden. Dus voor wie wil en iets met kermis heeft, ligt hier de kans. Henkie Verwijk is ook een bekende in de kermiswereld. Hij exporteert de eendjesviskraam met ballen gooien en een touwtje trekken. Hij staat al voor de 10e keer op de Schijndelse kermis. Het ene jaar met wat meer succes dan het andere. Het ene jaar is die heel goed, het andere jaar wat minder natuurlijk. Dat is je hebt heel veel factoren. Je hebt het weer enzovoort. Dat is altijd afwachten natuurlijk. Maar normaal gesproken is het altijd wel een boterham te verdienen in Schijndel. De opbouw van de kleinere attracties duurt niet zo lang. Opbouwen van deze is eigenlijk zo gebeurd. Maar daarna moeten we natuurlijk alle knuffeltjes weer mooi ophangen. Alles bijvullen, dat alles weer goed en recht hangt. En dat is, we zijn gewoon een dagje mee bezig in totaliteit. Jij bent de kermis aan het opbouwen hier. Hoe vind je dat? Ik vind het fantastisch. Het is hartstikke leuk. Doe je dit vaker? Af en toe. Wat is er nou zo moeilijk om de botsautootjes op te bouwen? Nou, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Je moet gewoon weten wat je moet doen. Wat komt er allemaal bij kijken dan? Heel veel. Heel veel kennis. Ja. Die draaien op stroom? Ook. Ja. Of hamsters, stiekem eronder. En dan gaat hij aan. Wat is de verwachting voor het komend weekend? Ik durf het nog niet te zeggen. We hebben goed weer, dus ik denk dat het weer een mooi feest wordt. Een mooie gevarieerde kermis. Een klein beetje verschuivingen, een keer een beetje wat anders, wat nieuwe zaken. Dus het is, ik zie het heel erg zitten weer dit jaar. Ik heb er zin in, zeer zeker. We hebben goed weer. We hebben een kermisindeling gemaakt die weer heel anders is als dat die voorheen was, jaren aan een stuk. Want voorheen heb ik wel eens ooit mensen horen zeggen, een blinde die weet hier precies waar alles en iedereen staat. We hebben daar een beetje wisseling in gebracht. We hebben het een beetje door elkaar gegooid. En we hopen er het beste van. Zaterdag om 12:15 wordt de kermis door de wethouder geopend. En kan jong en oud weer 5 dagen genieten. Dinsdagmiddag is er van 2:30 tot 4:30 een prikkelarm uurtje, waarbij de attractiegeluiden en lichten worden uitgeschakeld.